Yo mensen, Bas hier, oftewel Bassie Stent. Je hoort het goed, Bas hier, oftewel Bassie Stent. Voordat mensen weer gaan commenten dat ik geen Nederlands kan. Voor mij is dat best wel aardig Nederlands. Maar het zal ongetwijfeld een combinatie zijn van mijn slechte articulatie, mijn snelle spraak. En misschien jullie niet wetende of niet hebbende kennis. En daarmee bedoel ik niet iedereen, maar mensen die commenten dat ik een hele rare intro heb. Goed, dat even geheel terzijde. Vandaag gaan wij een speler halen die ik eigenlijk eerst wel wilde. Toen weer niet, toen weer wel, toen weer niet, toen weer wel, toen weer niet. Goed, uiteindelijk weet ik toch dat ik hem ga halen. Dus laten we dat dan nu ook maar gewoon doen. We hebben het natuurlijk over Team of the Tournament. Kylian Mbappé, Malen Babbe. En die gaan wij, halen. Ik heb 2,5 miljoen op de bank. En op het moment van opnemen, of op het moment van schrijven, is die 2,8 miljoen. Ik heb nog wat spelers in mijn club. Maar ik zag ook dat er 50 capex waren. En die gaan we dus even openen. Volgens mij zijn dat er 12, als ik het goed heb. Dus dat is 12k FIFA points. Dus dat komt mooi uit in ieder geval. Kunnen we hem in één keer banden doorheen jetsen. Dat gaan we dus doen. Verder zou ik je willen verzoeken om mij te volgen op Instagram. Want bij 61k volgers ga ik een 50 euro PSN kaart weggeven. En we zitten nu op 60,7 nog wat. Dus ik moet nog 200 nog iets volgers. Als het goed is tenminste. Dus vergeet dat zeker even niet te doen. En ik ga binnenkort jullie rewards openen. Dus mocht je nou willen dat ik jullie rewards ga openen, bewaar dan je rewards even op donderdag. Dan ga ik ze donderdag eind van de middag, begin van de avond denk ik, gaan we even streamen. Of ik maak een video. Dat weet ik nog niet. Jullie waren wel massaal in de comments. Dat jullie zeiden van doe ook goud 3 en 2. Nou, ik heb om jullie feedback gevraagd. Dus daar ga ik zeker wat mee doen. Dus we gaan ook goud 2 en 3 rewards openen. Wat ik wel denk ik als voorwaarde ga stellen, is dat ik het ook via Discord wil doen. Omdat het dan veel persoonlijker is. Dan kan ik het ook opnemen. En dan komt het ook veel persoonlijker over. Dan heb je ook echt die hype met z'n tweeën. Dat is ook veel leuker. Dan is het eigenlijk echt leuk om te doen. En dan vind ik het ook entertaining. Heel goed, Bas. Dus bewaar je rewards als je wil dat ik ze eventueel ga openen. Ik kan niks beloven, alvast, voordat daar weer gekke commotie over komt. Maar mocht je nou de kans willen hebben dat ik ze ga openen, bewaar ze dan even op donderdag en open ze niet meteen in de ochtend. Dan kunnen we ze op mijn kanaal gaan openmaken. Goed, dat is even het formele gedeelte. Voor nu gaan we even lekker wat pakketjes openmaken. En heb je daar nou zin in, doe even dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, want we hebben de rood toe 150k ingezet. En we moeten echt even gas geven. Het zou mooi zijn als we aan deze video 500 abonnees over kunnen houden. Extra abonnees. Want als ik 500 abonnees overhoud, dan verlies ik er best wel wat. Maar goed, laten we dat even gaan doen. We gaan pakketjes openmaken. We gaan mijn gekke team samenstellen. En dan gaan we ook nog een potje Weekend League, denk ik, even doen. Dus ik zou zeggen, let's go. En we gaan deze even openen. Gewoon bescheiden 100. Eigenlijk 90. Maar ik weet dat we er wel goed uit gaan pakken. Hier komt ie. De allereerste. Wat zit erin? Het is een minimum bordenspeler. Het is een walkout. Het is een Spanjaard. Check je later. Het is David Silva. Oh, niet eens. Isco. Enke Dira. Nummer 2. Doe daar je voordeel mee. Weer minimal borden. Weer een walkout. Brazilian. CVM. Helaas. Casemiro. Zou er wat zijn als we twee keer nemen op pekken. Maar dat zit er nog even niet in. Oh, en in vorm. Huts. En Sirigu. Weer die bende, jongen. Hij zegt ik ben er wel bij, maar ook weer niet. Goed. Gaan we nummer 3 even open maken. Bim bam boom. Dan gaan we. Het is weer minimaal borden. Het is geen walkout. Het is een Spanjaard. Daar klikken we rustig door. Ja, dit is niet zo best. Waarom blijft die Isso altijd terugkomen? Dat is zo. Nummer 4, daar gaan we. Nummertje 4. Weer minimaal borden. Kom op. Klappertje dan. Bordenspeler. Oké, dit is niet zo best. Kampel, denk ik. Ik heb hem nu eindelijk goed. Ik ga meestal de mist in. Maar nu weet ik het. Kampel. Zo, deze is slecht. Boom, bam, beam. Nummer 5. Kom op. Ik wil die blauwe, lichtblauwe flares wil ik zien. Minimaal borden. Oh, het zijn borden. Braziliaans. Links midden. Douglas Costa. En dan gaan we. Pakketje nummer 6. Dan zijn we op de helft. Ik wil die lichtblauwe flares zo. Nee. Alleen maar Borden. Duitse. Nou, ze vast weer Kedira zijn of Kroeze. Altijd die Kroeze, let maar op. Ja, Kroeze. Dan gaan we, nummer 7.
Ik zit echt te denken, ik heb nooit zuurlijk gepakt. Kom met me zo in mijn hoofd. Het zijn weer borden, misschien nu dan. Spaans, nee. Nee. Jaramendi. We hebben nog 5 te gaan. Kom op, het wordt tijd voor een workoutje weer. In voor een workout. Ah, een autofiets. Maar er kan nog iets achter zitten. 2 forms. En 2 84's. Dit is mooi. We hebben nog 3 te gaan, denk ik. Oh, 4 nog. Dat is mooi. Leuke meevallen dit. Kom op. Blauwe fles willen we zien. Lichtblauw. Oh, het is weer een inform. Geen workout. De hele snelle skip. Kostiel. Oké, nog 3. We hopen stiekem op een klappertje. De klapper van de week. Oh, het is een workout. Het, oh, mijn god. Een delay. Dit is het. Ah, mondharmonica packy. Zanioli. Pakken met die olie, die Zanioli. En Özil. Dan gaan we door naar de laatste. Bim, bam, boom. Wij worden kampioen. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Het is het team van de tournament. Er is die wel, die de spits weer. Die had ik vorige keer ook. Haaland. Nou, dat is toch wel denk ik zo'n 20k. Ik ga nog even 1 mega packje open, een grap. Ik voel dat er wat goed in gaat zitten, man. Oh nee, laat me zitten. Maar eigenlijk de enige reden dat ik deze packs opende was omdat ik eigenlijk toch stiekem de verleiding niet kan weerstaan. En eigenlijk toch Mbappé wil gaan kopen, Team of the Tournament. Die is 2,8 milli, zag ik net. Ik heb genoeg opties om in spits te zetten. Kluivert kan, Balotelli of wat minder kan. Benzema, maar die heeft hem niet echt voor me gedaan. Wel veel invalbeurten, maar in de basis liet hij het ook niet zien. Ik ben nog steeds niet zo overtuigd van Netfet. Dus ik denk toch dat wij gewoon Mbappé gaan halen. Ik denk dat het ook wel spelers die enigszins zijn waarde houdt. Dus die kunnen we op zich wel even gaan halen. Maar dan moet ik eerst even wat dingetjes verkopen. En dan ben ik zo meteen bij jullie terug. Nou mensen, jullie zien het. Kylianus, Mbappé en Malembabbe. Daar is hij in de spits. Ziet dat er dan heerlijk uit, hè. Wat heb ik een team, jongens. Het is ongelooflijk. En toch gaan we weer elite choken. Maar maakt allemaal niet uit. We hebben hier 2,77 heb ik ervoor gekocht. Ik denk, ja, hij gaat vast nog iets in prijs dalen, maar ik wil hem gewoon echt hebben. Dus hebben we hier 2,77. Hier 1 miljoen. Zit je op 3,7. We hebben hier 1,7. 4,4. 5,4. 8,8. 10,8. Telles, die kopen. Matthäus is 1 miljoen waard, is 11,8. Van Dijk 500.000 voor betaald, is 9,3. En dan Blanc 1 miljoen voor betaald. Ja, dit is 11,8, 12. Ja, weet ik niet. Zo gaat het, denk ik, met alle spelers en wissels en alles erbij, gaan we wel richting de 15 miljoen ongeveer. Maar dat is even nu niet van toepassing. We hebben in ieder geval Mbappé gehaald. Ik ga wel even, denk ik, een potje Weekend League spelen. En voor jullie opnemen. Normaal ben ik daar niet zo voorstander van. Maar laten we het maar doen. En ik moet even kijken hoe lang mijn camera nog volhoudt. Maar, ja, laten we dat maar even doen. We komen hier tegen Los Chano. En toen ik 10-2 stond, verloor ik dus. Toen werd het dus 10-3. Toen moest ik echt even stoppen. Want ik stond 2-0 voor en ik verloor 3-2. Van iemand die voor mij 3 vingers had. Maar goed, die had ik maar gewoon moeten winnen. Dat is mijn eigen schuld. Dus nu gaan we 10-3. Gaan we even kijken wat we ervan gaan bakken, jongens.
Ik hoop dat het een mooi festijn wordt met Malembabbe. Voor de onderschepping. We bouwen rustig op. Man, Mbappé. Mbappé naar Cruijff. Je wil hem terug. Mbappé. En op de volley. En dan staat het 1-0. Voor Kylian is Mbappé. En is Malembabbe. Heerlijk. Op de volley. Die bal hing nog in de lucht. Zoals je hier kan zien. Boom. Let's go. Dan gaat hij weer. Malembabbe. 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 Oeh. Lekker gek. Maar met alle respect, maar deze moeten we wel gewoon echt winnen. Nou, ik weet niet wat ik allemaal aan het doen ben, maar... En met die... Oh, weer! Ik pak die bal toch af, man! Dat zijn dingen waar ik gewoon niet kan begrijpen, gewoon. Ja, joh! Scoort hij ook nog, man! Donder op, man! Ik pak toch twee keer die bal af, man! Hoe kan dit nou? Boy, je kan hier gewoon met 25 A9's in je team staan. En hij pakt alsnog die bal af. Donder op, gek. Oh, echt, hè. Maar dan kom ik, zei het toch. Kom dat ik zelf zo aan het kutten ben. Zul ik even weer de clown uithangen? Ja, dan komt Pieper de clown gewoon langs. Dan zegt hij, weet je wel, check je later. Ja, dan speel je hem even door de benen heen. What the fuck. Daar is die Kylianus. 1-2. Malembabbe. We moeten even serieuzer spelen, man. Want dit soort geintjes worden meteen afgestraft. Die camera komt er gewoon langs. Ja, ik weet niet, alles wat hij schiet is wel een beetje gevaarlijk, man. Maar dat mag ook wel met zo'n kaart. Gaan we weer. Kijk eens, dus wacht tot de diep gaat, man. En dan gaan we hem zweten. En dan staat het 1-3. Wat een wereldgoal. Wat een teamgoal. En dan de voorassist van Malembabbe. Cruijff is niet zelfzuchtig. En Leo zegt, weet je wat, check je later, broer. Dat wordt het niet meer. We winnen wel met 1-3. Zo heeft Kylian 2 doelpunten gescoord. Was hij betrokken bij de derde goal? Dan hebben wij een mooi debuut voor Malembabbe. Johan Cruijff, man of the match. Malembabbe 2 goals. Tegen een fut oprichten. Hij heeft hem opgericht. Ik zal hem even bellen dat ik weinig packluck heb. Maar goed. We hebben zilver 1 behaald. We moeten nog even doorgrinden. Het is inmiddels 10-1 in de zondagnacht. Dus ik moet nog 16 potten. Dus ik ga voor jullie grinden. Hopelijk kunnen we weer elite binnenhengelen. Ik hoop dat ik niet ga choken. Maar goed, vergeet even niet een duimpje omhoog te doen voor dit team. En mocht je nou nog willen weten hoeveel ik ben geëindigd, dan laat ik dat op mijn Instagram weten. Volg me even op Instagram, @bassiestentje. Bij 61.000 volgers ga ik een 50 euro PSN kaart weggeven. Voor nu wil ik zeggen, bedankt voor het kijken. Vergeet me niet in de gaten te houden op Instagram. Ook als je je pakketjes geopend wil hebben, je rewards. Dan gaan we dat even gezellig doen met z'n allen. En dan zeg ik bedankt en tot de volgende video. Yo!